Absoluut tevreden, uiteraard. Ik zou voor minder tevreden zijn. 50 punten gewonnen. We wisten, geen achter hebben we verloren, de zondagmorgen. Dus iedereen was gemotiveerd om deze wedstrijd te spelen. Dus absoluut tevreden als je dan met 50 punten kunt winnen. Schitterend. De overwinning is voor Sint-Jan nooit in gevaar gekomen. Al vanaf het eerste kwart is er een kloof die Charleroi niet meer te boven komt. Ik denk dat we heel agressief gespeeld hebben. Een heel hoge defense, pressing elke keer nadat we gescoord hebben. Maar dat we een paar steals kunnen hebben uitpakken en dan aan de overkant hebben kunnen afwerken. We hebben denk ik 28 punten gescoord uit steals en fastbreaks. Dus dat maakt voor een groot stuk mee het verschil. Bij de rust staan de Antwerpenaren al 30 punten voor. Match gespeeld zou je zeggen, maar net dan wordt het gevaarlijk voor een jonge ploeg. We zitten met een jonge groep, dus we moeten nog een beetje groeien in maturiteit en in concentratie. Dat hebben we geleerd uit de afgelopen wedstrijden. Dus dat was vooral het focuspunt van blijven geconcentreerd en werken en 40 minuten blijven spelen. En de jongens hebben duidelijk geluisterd naar hun coach. De tweede helft is een maat voor niets en uiteindelijk wint Sint-Jan afgetekend met 100 tegen 51. Een kalme wedstrijd voor de coach. Ik begin nu te genieten. Nee, dus nou, tijdens de wedstrijd is dat moeilijk. Concentratie blijven houden. En je geniet wel een beetje af en toe van de zaken die we proberen op te leggen en die dan goed worden uitgevoerd. Maar het is vooral na de wedstrijd dat we genieten. Dan blijft de vraag, waar kan dit eindigen voor deze gemotiveerde ploeg? We staan vandaag aan de leiding, dus het bevalt me schitterend. Ik zou zeggen, laat ze maar komen. Maar niet flauw doen, hè. Ik bedoel, we staan op de eerste plaats nu. De ambities zijn de play-offs halen. Punt.